Februari is voorbij en dat betekent dat het weer tijd wordt voor een nieuwe Money Diary video. De video van januari is heel erg goed ontvangen, dus daar ben ik heel erg blij om. Ik heb hier mijn laptop met het overzicht van februari. Dus mocht je benieuwd zijn hoeveel geld ik heb uitgegeven en aan wat, kijk dan vooral verder. Mocht je deze video voor het eerst zien, dan is het misschien wel goed om te weten dat ik drie verschillende uitgaven heb. Namelijk mijn persoonlijke uitgaven, gezamenlijke uitgaven, want ik woon samen. En dan heb ik ook nog zakelijke uitgaven. Ik heb drie algemene overzichten gemaakt van deze categorieën. Het eerste overzicht is voor mijn persoonlijke uitgaven. En hier heb ik op een rijtje staan wat mijn vaste lasten zijn en wat mijn variabele kosten zijn. De vaste kosten, vaste lasten, zullen volgens mij elke maand hetzelfde blijven. Tenzij ik besluit om een bepaald abonnement stop te zetten. Dus hier een lijstje met al mijn vaste lasten en mijn variabele kosten. En dit in totaal is samen 337 euro. Dan gaan we door naar het volgende lijstje. En dat is een lijstje van mijn zakelijke uitgaven. Dit is ook weer onderverdeeld in vast en overig. Mijn vaste lasten zijn mijn telefoonkosten, internet, boekhouding. En ik had iets gekocht afgelopen maand op de zaak, namelijk een nieuwe microfoon voor mijn voice-overs. Die gebruik ik op dit moment niet, maar ik heb hem al aangeschaft. En in totaal waren mijn zakelijke kosten 522 euro. En dan heb ik ook nog een overzicht voor de categorie gezamenlijk. Dit is ook weer onderverdeeld in vast en overig. Onder vaste lasten valt het bedrag dat ik iedere maand overmaak naar onze gezamenlijke rekening. Dit bedrag is verhoogd ten opzichte van vorige maand en de voorgaande maanden. Want we hebben namelijk een nieuwe maandelijkse kostenpost, namelijk de kosten van onze auto. Dus vanaf deze maand maak ik in ieder geval 1500 euro over naar de gezamenlijke rekening. En dan de overige lasten, daaronder valt eten en drinken. Dus dat is los van de wekelijkse boodschappen. Onder deze categorie valt eten en drinken buiten de deur, koffietjes to go, wat hebben we nog meer? Eten bestellen, noem het maar op. Dan de categorie interieur, die had ik volgens mij vorige maand niet benoemd. En de categorie Milo, onze hond. Hier had ik op de vorige video veel vraag naar gekregen van wat wij nou uitgeven aan onze hond. En nu moeten we zeggen dat we niet heel veel maandelijkse kosten hebben. We hebben een flinke voorraad aan voer en snacks. Dus dat kopen we eens in zoveel tijd. En Milo is ook dogfluencer. Dus hij profiteert ook van gratis snackjes en spullen. Maar af en toe hebben we wel uitgaves. En we hebben ook af en toe dierenartskosten of andere soorten kosten. Maar wanneer we deze kosten maken, zal ik dat ook wel benoemen. Als je alle overige lasten bij elkaar optelt, is dat in totaal bijna 600 euro. Dit zijn natuurlijk gezamenlijke uitgaves. Maar in deze video wil ik me voornamelijk focussen op mijn eigen persoonlijke uitgaves. Maar de gezamenlijke uitgaves spelen ook een rol. Want daar zit ook een deel van mijn geld in. Dus omdat ik de gezamenlijke uitgaven toch wel een klein beetje erbij wil betrekken, wil ik even de boodschappen langs gaan. Hoeveel we daaraan hebben uitgegeven. Voor de hele maand hebben we ongeveer 400, 450 euro voor gebudgeteerd. Nu ben ik erachter gekomen dat dat redelijk prima is. En dat mensen eigenlijk wel meer uitgeven aan boodschappen. Soms geven we ook wel meer uit hoor. Het ligt er ook gewoon aan. Maar per boodschappenronde zijn we vaak wel tussen de 40 en 60 euro kwijt. Soms wel meer. Het ligt er ook aan hoeveel boodschappen we op dat moment willen inslaan. Want soms hebben we niet veel nodig. Soms hebben we iets meer nodig. Soms hebben we een feestje. Of willen we wat uitgebreider koken. Het ligt er gewoon heel erg aan. Maar we proberen wel gewoon zo efficiënt mogelijk boodschappen te doen. Dan zijn we ook buiten de deur. Wezen, eten en drinken. Ik moet zeggen, met z'n tweeën valt het dan ook wel mee. Misschien is het bonnetje het eindbedrag best wel aan de hoge kant. Maar als je dat door tweeën deelt, ja, vallen dan kost het best wel mee. Dus we houden er wel van om af en toe buiten de deur te eten of iets te bestellen. Dan de categorie interieur. Dat gaat natuurlijk ook van onze gezamenlijke rekening. Want dat is voor het huis. Ik was samen met een vriendinnetje naar de IKEA geweest. Dus ik ging even wat kleine inkoopjes doen voor de woning. En in totaal was ik hier 105,18 euro aan kwijt.
Dan hebben we ook nog nieuwe stoelen gekocht voor in onze koffiecorner. Want we hebben een bartafel vorige maand gekocht. Ik was helemaal vergeten om dat te noteren en ook te benoemen. Maar we hadden dus een bartafel, maar er ontbraken nog stoelen. Ik vond het heel erg lastig om deze stoelen te vinden. Want we wisten niet per se wat we wilden in huis. Maar uiteindelijk hadden we toch een keuze kunnen maken. En voor twee stoelen waren we volgens mij 128 euro kwijt. Dan de categorie Milo. En de kosten van Milo deze maand waren aan de lage, hoge kant vrij weinig voor Milo gekocht. Of nou ja, we hebben Milo nu meer dan een half jaar. En we merken wel dat we steeds nieuwe dingen moeten aanschaffen of weer extra dingen. Dat zijn wel items die voor een lange tijd meegaan en die we niet elke keer opnieuw hoeven te kopen. Maar deze maand hebben we een hondenmand gekocht voor in de auto. En dit kost 128 euro. Dan hebben we ook nog een speeltje voor hem aangeschaft. En deze was 8,83 euro. En hij is er helemaal dol op. Hij vindt het helemaal geweldig. Dus het is elke cent waard. En dan was het echt wel nodig om een extra halsband en een riem te hebben, want we hebben er één. Zo'n één halsband en één riem. Het is toch wel fijn om een backup of een extra te hebben. Ik weet niet wat normaal is hoeveel riem en halsbanden hondeneigenaren hebben. We hebben deze gepersonaliseerd met zijn naam. En in totaal was dit bijna 80 euro. Dat waren alle kosten voor Milo. En nu kunnen we eigenlijk overgaan naar mijn persoonlijke uitgaves. Hiermee starten we met de categorie eten en drinken. Voorheen at ik best wel vaak buiten de deur. Het ligt heel erg aan de periode. Soms spreek ik heel veel met mensen buiten de deur af. Gaan we iets eten of gaan we iets drinken? Maar deze periode is het wat minder geworden. Misschien komt het nog. Misschien heeft het gewoon met het seizoen te maken. Maar deze maand heb ik een Hema-worstje gehaald in de stad. Of nou ja, een rookworst. Een broodje rookworst, echt een guilty pleasure. Deze was 3,25. Dan heb ik Starbucks gehaald. Deze was 5,40 euro. Ik moet zeggen, ja, af en toe haal ik nog wel koffietjes onderweg. Maar ik probeer het wel echt te verminderen, want het is prijzig. Maar een keertje kan geen kwaad. Dan heb ik ook buiten de deur geluncht met een vriendinnetje. Dit was 11,40 euro. Ik was natuurlijk naar de IKEA geweest en daar is het bijna een verplichting om daar te eten. Ik vind het wel altijd wat hebben en ik ga er wel goed op. Dit was in totaal 12,40 euro. Dan is dit een traditie geworden volgens mij, want vorige maand was ik ook naar Dunkin' Donuts geweest. Daar heb ik twee donuts en een koffietje gehaald voor 12,85 euro. En dat was alles voor de categorie eten en drinken buiten de deur. Dan hebben we de categorie persoonlijke uitgaves. Ik ging mijn haar verven begin van de maand. En ik had twee pakjes voor 20 euro gekocht. Dit was een 1+1 actie. Uiteindelijk heb ik er maar één gebruikt. Dus dat scheelt. Dus ik heb de andere nog voor een ander moment. Dan heb ik kleding en wat prulletjes besteld. En dat was in totaal 76,91 euro. Dan heb ik een Valentijns cadeautje gekocht. Ik had namelijk een memory spel laten maken met foto's van Milo en van ons. Dan heb ik ook twee make-up producten gehaald bij de Kruidvat. Een concealer en een under eye brightener. Dus dat gebruik je of in plaats van je concealer of onder je concealer. Dan stond dit eigenlijk niet helemaal op de planning. Maar een vriendin van mij, haar vriend, verkoopt sneakers. En ze zei van, hey, ik heb misschien wel een leuk paar. En toen dacht ik, nou, eigenlijk vind ik ze wel heel erg leuk. En het was maar 75 euro. Ik vond dat een hele goede deal voor Nike's. En ik ben er heel erg blij mee. Dus normaal gesproken ben ik bijna het dubbele kwijt. Dus ik kon dit gewoon niet laten. Dan had ik ook nog nieuwe oorbellen gekocht. Twee paar in totaal voor 13,45 euro. En dan ben ik ook nog even naar de Primark geweest. En daar heb ik in totaal 54 euro uitgegeven. Naast die fysieke uitgaves heb ik ook nog twee activiteiten gedaan in de maand februari. Ik ben namelijk met een vriendin naar de spa geweest. Daar heb ik natuurlijk niet kunnen filmen, want het is een spa. Maar dit was zo fijn. En door dit moment wil ik eigenlijk vaker zulke me-time momentjes inplannen. De toegang tot de spa plus een drankje die we daar hebben gedaan was in totaal
€43,25. En dan had ik nog een activiteit gedaan met een ander vriendinnetje, namelijk puppy yoga. We zagen dit voorbij komen en dachten, ja, dit is gewoon iets wat we een keer gedaan willen hebben. En dat was best wel prijzig, moet ik zeggen, want we hebben niet echt heel veel yoga gedaan. Het was wel leuk om even met de puppy's te knuffelen, maar dat was €39,90. En als we het hele sommetje bij elkaar optellen, dus mijn bijdrage voor de gezamenlijke rekening, plus mijn vaste persoonlijke uitgaves en mijn variabele persoonlijke uitgaves, dan is dit het eindtotaal. En ondanks dat ik van tevoren wel een beetje mijn geld budgetteer per categorie, merk ik dat ik ook niet te streng ben met mezelf. Want ik hou het wel bij, maar het is niet zo dat ik meer geld uitgeef dan dat er binnenkomt. Want als er niks meer op mijn bankrekening staat, dan kan ik het ook niet uitgeven. Dus dat is ook een beetje de regel die ik met mezelf afspreek. Ik budgetteer wel, dat is meer om een overzicht te creëren en een richtlijn voor mezelf te hebben. Maar het is niet zo dat ik heel erg op de cent let. En daar ben ik heel erg blij om. Dat is ook iets wat ik heel graag wil. Om financieel flexibel te zijn. Financieel onafhankelijk. Al die termen. En dat ik niet elk dubbeltje hoef om te draaien. Oh, oude termen. En maar dat ik gewoon, ja, gewoon lekker kan leven zonder er te veel over na te hoeven denken. En ieder uitgavenpatroon en ieder levensstijl is natuurlijk anders. Maar dit is een beetje hoe ik leef. Ik vind het fijn om te genieten, om leuke dingen te doen. Zonder dat ik er over hoef te piekeren of ik het wel kan veroorloven of niet. En tot nu toe gaat het allemaal prima. En er zijn ook momenten in het leven waar ik wel even iets meer op mijn geld moet letten. Of bewuster met mijn geld om moet gaan. Want bijvoorbeeld nu heb ik extra kosten die ik maandelijks moet maken. Namelijk de kosten van de auto die we hebben. Dus ja, daar moet ik daar ook rekening mee houden. Maar zolang je maar bewust bent van wat er binnenkomt en wat er naar buiten gaat, dan komt uiteindelijk alles wel goed. Dit was dan mijn maandelijkse money diary. Laat vooral weten of jij opvallende zaken hebt afgelopen maand omtrent jouw gelduitgaves. En mocht je zelf tips hebben, ervaringen willen delen, gewoon of überhaupt iets wil delen over dit onderwerp, laat het vooral hieronder in de reacties achter. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!